Van de Toyota Starlet gaan we over naar de Formule Ford 2000. De klasse van mannen die komen uit Ford 100 meestal en die willen stoten naar de Formule 3. Er wordt gebruik gemaakt van Bridgestone-banden, profielbanden slechts voor als het ras, regenbanden met profiel te nat is. Eveneens is er dit jaar een klasse Dunlop 2000. Dat zijn de Formule Ford 2000 auto's van voor 1981. Want door de vernieuwing in deze klasse zou het deze mannen oneerlijk zijn om te strijden tegen de uiterst moderne auto's zoals we hem hier zien van Ron Kluit. Kluit strijdend in een Swift en links vooraan Allard Kalf. Kalf die een gooi zou doen naar dat Formule Ford 2000 kampioenschap, maar zich in zijn eerste start laat verrassen, zowel als Kluit, door Adrie Hurkens. Adrie Hurkens strijdend met een Reinaar. En links in beeld zien we dan Ron Kluit die iets te hard rent op koude banden en met een heleboel mazzel door de grindbak heen komt. De Formule Ford 2000, duidelijk herkenbaar ten opzichte van Formule Ford 1600 door de vleugels, zowel voor als achter. En daar de leider in de eerste wedstrijd, Allard Kalf, met de hele mooie helm is het Christian Chabot. En daar Ron Kluit die in opmars is. De Dunlops zijn herkenbaar aan de gele cirkels met de zwarte startnummers daarop. De kampioen van vorig jaar, Lammy van de Heuvel, was dus doorgestoten naar de Sports 2000. En dit jaar zou er dus een nieuweling moeten komen die kampioen zou worden bij de Formule Ford 2000. Ron Kluit in de Swift. In een zeer aparte stijl. Een man die verschrikkelijk goed kan sturen natuurlijk. Een man die al vaak op Zandvoort geweest is. De eerste wedstrijd van het seizoen zou gaan over twee heats. En we bevinden ons nu in de tweede heat. De eerste heat was op naam gekomen van Allard Kalf. Er was een nieuwe regel die Kalf niet helemaal wist, waardoor hij dacht op rozen te zitten. Maar de voorsprong in een eerste heat wordt niet meer gehonoreerd. Dat betekent dat je gewoon halve punten krijgt voor een heat. En daarmee verrast Kalf zichzelf in wezen. Want daarmee zou hij dan maar 16 punten pakken in plaats van 20 punten voor een overwinning. En die 4 punten, je weet het maar nooit, zou aan het eind van het seizoen nog wel eens heel belangrijk kunnen worden. Door het schijfvlak, Kluit voor Chabot. Kluit in de Swift en Chabot in een 84er van Diemen vlak daarachter. Richting Tunnel Oost, vol gas, rechtsaf. En dat waren de beelden van de eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd dan met wederom een verrassing. Want wie is er aan de start verschenen? Maarten Bottelier. De Formule Ford 1600 kampioen van het jaar daarvoor heeft plaatsgenomen in een 2 liter Reinaar. En daarmee heeft hij steun van Del Monte. En dat is dan weer Bram Kooi. Allard Kalf en Ron Kluit. Kluit inmiddels in de kleuren van Kappa. Kalf natuurlijk nog steeds in de Marlboro kleuren. En het veld ziet er wat beter uit. Ook Marco Keur heeft zijn wagen gespoten, want hij heeft de wedstrijd Dunlop 2000, de eerste wedstrijd, op zijn naam weten te brengen. Het is dus spannend tussen deze twee mannen. Allard Kalf en Ron Kluit. Ron Kluit die 17,5 punten pakte in de eerste wedstrijd en Kalf 16 punten pakte. Kalf die trouwens steeds verder naar voren zou gaan. Hij pakte maar liefst 4 overwinningen op rij en dan is het laatste racefestival alweer daar. En dat betekent dat hij te maken krijgt met een Euroserie-wedstrijd. Deze man met startnummer 5, Allard Kalf. Voor hem zou de beslissing vallen of hij het Nederlands kampioenschap zou kunnen winnen. Het zag er bijzonder goed uit, want eigenlijk was de concurrentie al veel te ver weg. Hij zat in wezen op rozen. Adrie Hurkens stond bijzonder knap tweede in het kampioenschap, maar hij kon het nog lastig gemaakt worden door Maarten Bottelier. De Dunlop 2000 werd beheerst door Marco Keur, eveneens met 4 strakke overwinningen. Een Euroserie-wedstrijd dus tijdens het laatste racefestival. En daarin zou Allard Kalf zich moeten bewijzen ten opzichte van Hendrik Larsen. Hendrik Larsen die zeer hoog stond in het Europese kampioenschap. Wedstrijden waaraan Allard Kalf niet allemaal meegedaan heeft. Maar dan toch zou hij zich vandaag moeten bewijzen. Ook Charles Brunninghausen en onder andere Ralf de Karski strijden mee. Marco Keur heeft zich een Swift aangeschaft voor deze wedstrijd. Die heeft hij over laten komen. En ook hij probeerde punten te scoren in een Euroserie-wedstrijd. En hij ligt op een keurige 4e plaats. Mede dankzij de sponsoring van Patex. Een lijm die hem misschien wel een beetje extra weglegging gegeven heeft. Wie zal het zeggen? Hendrik Larsen op kop voor Allard Kalf. Vlak daar weer achter Maarten Bottelier. En dan is het Marco Keur, Ralf de Karski, Ron Kluit en Leen Verhoeven. In de wagen van Marco Keur heeft voor deze wedstrijd de Zandvoortse slipinstructeur Kees van Dongen plaatsgenomen. Die dan ook nog een keertje
kan proeven hoe het was om te racen. Want Van Dongen, die het jaar hiervoor kampioen werd in de Dunlop 2000, heeft eigenlijk voor de rest van het seizoen 86 nog niet gereden. Nu dan toch de kans van Marco Keur om een keertje plaats te nemen weer in zijn oude Dunlop. Auke van der Wouw die daar een probleem heeft. En Allard Kalf die vlak achter Hendrik Larsen zit, maar er nog niet voorbij is. Dan een gaatje, dan Bottelier, Keur en daar weer vlak achter Ralf de Karski en Ron Kluit. Daar een probleem voor de Karski, want hij valt stil bij het opgaan van de Hunsrug. En dat betekent dat hij op grote achterstand komt. En hier Kees van Dongen, in het midden rechts Jacques Leutjens, vlak daarachter Jaap Abbema. Maar hij heeft het moeilijk met deze twee mannen. Kleutjens en Van Dongen, voorwaar niet de eerste natuurlijk. Mannen die nog steeds verschrikkelijk hard kunnen autorijden. En dat dan hier weer duidelijk laten zien. Marco Keur komt dichterbij aan Maarten Bottelier. Vlak achter Keur is het dan weer Ron Kluit. Daar op het rechte stuk zal Marco Keur Maarten Bottelier uit proberen te remmen. Daar zit hij daarnaast aan de rechterkant. Het gat is te klein en dat kost hem zijn huis. En let op hoe deze Zandvoortse bakkerszoon dat oplost. Dan maar met je hand die neus gewoon weggooien. Daar komt hij. Hup, wegneus. En weer vrolijk verder. Unieke actie van Marco Keur. Maar wat moet je? Doordat de neus van zijn wagen is, heeft hij natuurlijk veel minder aerodynamische vorm. En zal hij dan ook duidelijk in de problemen gaan komen. En langzaamaan ietsje terugzakken, want daar is het al Ron Kluit die hem voorbij streeft. Maar toch, Marco Keur liet zich goed zien tijdens die Euroserie-wedstrijd in die Swift. Larsen leidt nog steeds voor Allard Kalf. Kalf loerend. Hij wil zich natuurlijk bewijzen voor zijn sponsor op dit racefestival. En misschien dat hij dan een aanval zal gaan plaatsen. Vooralsnog zit hij achter Hendrik Larsen. Panoramabocht dan, terug naar de tweede versnelling. Bij het uitkomen, op naar de derde. Ze blijven in Bosuit in de derde versnelling en dan bij het uitkomen van Bosuit, dan gaan ze over naar de vierde versnelling. Om vervolgens met 6700 toeren op de klok het rechte eind af te stevenen. Kalf die daar toch een aanval plaatst bij Hendrik Larsen. En maar naast zit. En eroverheen. En hij pakt voor het eerst de leiding in een Euroserie race. En dat is sinds de tijd van Coureuzer niet meer gebeurd. Hij pakt de kop over van Hendrik Larsen en zou die niet meer afstaan. Dat betekent dat Allard Kalf het Nederlands kampioenschap op zijn naam brengt met maar liefst 120 punten. Bijzonder knap daar vlak achter Adrie Hurkens met zijn Romax-renaar. Hij had 73 punten. Derde wordt deze man Maarten Bottelier met 63 punten. En daar gaat Allard Kalf voor het laatst over de finish. Pakt de winst in een Euroserie en het kampioenschap.